Orkaan Neoguri bevindt zich op dit moment boven zee als een categorie 3 orkaan. Met windsnelheden rond de 200 km per uur en windstoten van zo'n 250 km per uur. Het systeem trekt richting Japan, maar in tegenstelling tot gisteren lijken de windsnelheden geleidelijk aan wat minder groot te worden. Het bereikt Japan nog wel als orkaan, maar zeker niet meer als superorkaan. Uiteindelijk trekt het systeem over Japan en zal ook langs Tokio scheren. Dan is de kracht inmiddels afgenomen naar een windkracht 9 en hebben we het nog over. Over een tropische storm. Overigens, met de koers over Japan. is niet alleen de windsnelheid belangrijk. maar ook de uh, overvloedige regenval. kan voor schade en overlast zorgen. Japan is dus zeker nog niet verlost van Neoguri. en zal de komende dagen het nieuws daar zeker beheersen.